Strategie is een oorlogsterm. Het komt van het Griekse woord strategos, dat generaal betekent. Met een voorbeeld uit de klassieke oudheid kunnen jullie het verband tussen missie, strategie, tactiek en operatie beter begrijpen. Het voorbeeld gaat over Hannibal, een krijgsheer die vocht voor de stad Carthago tegen de Romeinen. Hij had een duidelijke missie in zijn leven. Om zijn missie succesvol uit te voeren had hij een strategie opgesteld: een plan voor meerdere jaren om de Romeinen te verslaan. Hij begreep dat hij deze strategie een tijd moest volhouden om zijn doel te bereiken. Hij voerde het plan uit door totaal onverwacht met zijn leger en olifanten over de Alpen te trekken in de winter en daardoor in de lente plotseling de achtertuin van Rome binnen te wandelen. Toen de Romeinen hem legers tegemoet stuurden om hem te verslaan, reageerde hij met een slimme tactiek, oftewel een plan voor de veldslag. Tijdens de grootste veldslag uit de oudheid lukte het hem om een meerderheid van 50.000 Romeinse soldaten zich klem te laten lopen, ze te omsingelen en hen zo allemaal te doden. Dit kon omdat zijn leger geoefend was en daardoor slimme en verrassende manoeuvres of bewegingen op het slagveld uit kon voeren. Je noemt die bewegingen operaties. Zo zie je hoe zijn strategie stap voor stap in kleinere plannen werd omgezet en uitgevoerd. Allemaal met hetzelfde doel. Ook binnen organisaties heb je strategische plannen, tactische plannen en operationele plannen. Ondernemingen voeren volgens sommigen ook een oorlog met hun concurrenten. Maar ook voeren ze een soort van gevecht om te kunnen blijven bestaan of een winstgevend te blijven. Om dit voor elkaar te krijgen doen ondernemingen, maar eigenlijk alle soorten organisaties aan strategisch management. Met als gemeenschappelijk kenmerk dat alle organisaties willen blijven voortbestaan. Wat is dan strategisch management precies? Strategisch management is een reeks bestuurlijke beslissingen en acties die bepalend is voor de prestaties van de organisatie op de lange termijn. Een term die vaak wordt gebruikt in samenhang hiermee is een bedrijfsmodel, dat aangeeft hoe een organisatie denkt te profiteren van zijn strategieën, processen en activiteiten. Het bedrijfsmodel richt zich op twee dingen: 1. Of klanten zullen waarderen wat het bedrijf levert. 2. Of de onderneming er ook geld mee kan verdienen. Strategisch management is belangrijk. Het is belangrijk omdat het ervoor kan zorgen dat je goed in plaats van slecht presteert als organisatie. Het kan ervoor zorgen dat je beter met veranderde omstandigheden om kan gaan. Het zorgt voor eenheid en een richting binnen de organisatie. En daarnaast maakt strategisch management deel uit van veel managementbeslissingen. Het strategisch managementproces bestaat uit zes stappen. Je ziet aan de mindmap dat we later ook terugkomen op een aantal onderdelen uit dit proces. De stappen zijn: stap 1: missie, doelen en strategieën vaststellen. Stap 2: een externe analyse maken van zowel de specifieke omgeving als van de algemene omgeving van de organisatie. Positieve trends in de omgeving noem je kansen en negatieve trends noem je bedreigingen. Stap 3. Een interne analyse maken. De interne analyse geeft inzicht in de middelen, capaciteiten en kerncompetenties van de organisatie. Alles waar de organisatie goed in is en alle unieke middelen die de organisatie heeft noem je de sterke punten. Alles waar de organisatie niet goed in is of wat zij tekortkomt noem je zwakke punten. Stap 4. Strategieën formuleren. Dit kan op verschillende niveaus van de organisatie. Stap 5: de strategieën implementeren, oftewel doorvoeren in de organisatie, zodat iedereen ze kan gaan uitvoeren. Stap 6. De resultaten evalueren om erachter te komen of de strategieën hebben opgeleverd wat je ervan verwachtte. Daarna begint het proces weer van vooraf aan.